Vandaag hebben we veel bewolking ten noorden en westen van ons. En dat betekent dat wij vandaag in de warme lucht zitten. En dat zien we zeker terug op de thermometers vanmiddag, want op veel plaatsen wordt het 20 graden. Vanochtend is het ook al vrij zacht, met dan temperaturen tussen 14 en 18 graden. En met name in de zuidoostelijke helft kunnen nog een aantal buien vallen, mogelijk met een klap onweer. Vanmiddag, zoals gezegd, loopt de temperatuur verder op naar 19 tot lokaal 24 graden. Maar in de loop van de dag neemt de bewolking vanuit het westen wel toe en vallen er uiteindelijk ook een paar pittige buien, mogelijk met kans op onweer en windstoten. Vanavond trekken de onweersbuien uiteindelijk naar het oosten weg en klaart het, het, uh, van het uit het westen uiteindelijk ook weer op vannacht. Morgen dan neemt de bewolking echter snel weer toe, en valt er ook enige tijd wat motregen op veel plaatsen. Later in de middag klaart het vanuit het zuiden deels op, maar blijft een enkele losse bui mogelijk. En met 14 tot 21 graden is het op veel plaatsen weer wat minder zacht. Dinsdag kan het in het oosten van het land mogelijk nog 20 graden worden, maar vanaf woensdag gaat de temperatuur echt naar beneden. Elke dag is er wel kans op het regen of enkele buien, maar er zijn ook droge perioden met nu en dan wat zon. Mijn naam is Wilfred Janssen voor Weerplaza.nl